oude, ruime huis pasten alle spullen precies. Nee, je moet wel ietsje terug, Martien. Iets terug. Dat leg je nog daar bij die kunst. Wilt zo. Ja, zo. Ja, klopt dat daar? Nou, het is net. Oké, kom maar met de bank. Ja, kom maar door. Mag nou, weg. Lijkt me of je mijn kamer breekt erbij hebt. Nou, wat leuk. Ja, wat leuk. Wordt wel knus hier. Iedereen loopt te zeggen dat die bank zo groot is. Het is helemaal niet zo groot. Kijk, normaal komt hier een hokkertje. Dat halen we er tussenuit. Dat zetten we leuk ergens somewhere. Ik weet het niet. Misschien is die toch wat zo groot. We gaan het zien. Nou helemaal dit tegenaan en in die hoek. Ja, papa. Dat gouden kast, dat zwarte kast, antiek. Dat moet daar. Ja, wil je dat daar, pap? Ik heb nu gezegd daar. Nee, daar niet. Wat denk jij? Denk jij dat die hokker er nog tussen kan of niet? Nee, die hokker moet je even in de hoek zetten. Die hokker, die moet weg. Die moet gewoon hier achter de bank. Ja, dan heb ik het script gezegd. Ja, kom maar even met die bank, dan kunnen zij er ook langs. Nee, hier komt de televisie, dus daar. Nee, maar dan kan je toch er tussendoor lopen? Nee, het is perfect. Dat leuke kussen erin. Oh nee, moet andersom. Die moet daarin. Ja, maar dan kan je hier helemaal niet meer langs. Ja, het is geen goede indeling. Ja, ik vind ook. Daarin. 1, 2. Maar wat is dit? Waarvoor is dit? Ik vind dit heel raar. Want dit wordt helemaal loze ruimte. En dat is zonde. Dit is juist zo schattig. Luister, waarom doe je deze ja, bank doen niet helemaal ergens anders? Kijk, ik vind dit wel namelijk goed. Ik zou die bank daar laten staan en dit gedeelte van de bank zou ik daar neerzetten. Ik zou zo'n paardje. Dat vind ik leuk. Paardje? Ja, kom, schuif me eens even goed in de hoek. Hoeveel heb je dan over? Nou, het is wel, ik word helemaal soort van misselijk. Kijk, dit, zo. Ja. Nou ja, dit is kijk, wel het beste leuk. Tot nu toe. Ja, ik weet het niet. Iedereen zegt wat. Ja, dat zei ik net ook. Ja. Dit is het allerleukste. Ja. Nou, er is totaal niet over nagedacht. Dat heb ik nu wel door. Belangrijke vraag, waar wil je het ei en waar wil je Kees? Want ze komen er nu aan. Je moet nu knopen doorhakken, pap. Knopen doorhakken. Beslist. Knopen doorhakken nu. Daar komt hakken. Het ei, het ei. Het ei moet daar. Dan kan je niet meer naar buiten kijken. Dat kan niet. Nee. Wil je Kees kennen? Oh, Kees. Ja. Knopen doorhakken. Ja, wacht even. Kees. Waar de kinderstoel staat. Ja, hè? Daar moet Kees. Ja, hij komt mee. Ja, ik heb veel te veel spullen. Ik heb natuurlijk, ik kom uit een heel groot huis. Ja. En dit is een heel stuk kleiner. Een heel stuk. Kunnen we ons niet met belangrijke dingen bezighouden? Dan Nee, dan moet toch het hele zaakje hier. Nou. Ja, en dat kleed moet ook helemaal anders. Nou, roep die mannen maar weer hier. De salontafel moet weg. Succes. Oh. Ja, dit wordt het. Klaar? Ik kan er geen touw aan vastknopen meer. Ja. Ja, het heeft wel wat. Nee, het is vreselijk. Ja, het is eigenlijk vreselijk. Het is vreselijk. Nou, ik denk dat het best is om te gaan verhuizen. Ja, dit is niks. Niet toch een miskoop. Zou ik anders toch de eettafel hier doen en de zittafel? Ja, dat zou ik sowieso doen. Zullen we eerst wat gaan drinken buiten? Ja. Bubbeltje doen. Nou, dit is al genoeg. Nou ja, jongens. Ja. Nou, bedankt nou, allemaal weer. Jongens, bedankt voor je hulp. Ja, nou, en nou en dat nooit... je maar lang mogen blijven. Ja, inderdaad. Ja. Hoe lang ongeveer? Ja. Nou, ik denk... Wat is de schatting? Lang. Ik denk 20 jaar. Oh, nou, ga je dat halen dan? Dan ben je 82. Nee, dat haal ik helemaal 80 niet. 80 ben je dan. Eigenlijk ga je uit je kist. Vanuit hier uit je kist. Ja, je kist wordt u weggedragen. Nou, proost, gezellig. Lekker. Nou, ik vond het heel goed gaan met zoveel mensen, hè? Ja. Ik ook. Ja. Ze zijn de bedden in elkaar aan het zetten en zo, dus je kan er zo in duiken straks. Ik vind het heel goed gegaan. Ja, zeker. Ik ook. Want wat een spullen. Wat een spullen. Ja. Wat een spullen. Nog maar net geïnstalleerd in Maison Duinwijk moet de familie na 2 nachten alweer weg voor het volgende grote avontuur. Na jaren leegstand is het château in Frankrijk eindelijk verkocht. Nou, schrik je. Adenet, Emmanuel. Au revoir. Nou, wat heb je allemaal wat ze erin doen? 2 tassen. Oh.
Maar ja, heb jij ook nog spullen in je? Ik heb alleen een weekendtas, dus je gaat gewoon op de achterbank. Oh, ik heb een koffertje. Nou, dat heb ik al gezien, dat gaat er niet worden. Dus ik doe alles in de die ervoor. Dat is een soort keldertje geworden. Ja, we hebben, hoeveel hebben we nou? 10 doosjes wijn mee. Nou ja, wat over is, gaat gewoon weer mee terug. Maar ik wil eigenlijk deze tv-rechten hebben. Kan dat niet? Nee, dat kan niet, Eer. Het lijkt nou... Heb jij tv? Ja, tv moet ook mee voor het Songfestival. Ja. Oh. Ja, we gaan met z'n 14e voor de tweede keer afscheid nemen. Maar nou is het voor real. For real, want woensdag komt de notaris en dan is de echte overdracht. Maar het is nu, morgen is vrijdag, dus dan gaan we met z'n allen erheen. En dan gaat, nou ja, gaan we lekker wijnen en een beetje gras maaien en zo. En gewoon nog even genieten van die plek. En dan is het leuke, zaterdag is Songfestival. En we hebben wel de wifi opgezegd, maar kreeg ik nog weer een afschrijving. Dus dat is gewoon niet gelukt. Nou ja, geluk bij een ongeluk. Dus we kunnen gewoon de tv neerzetten. En ik hoop dat dat allemaal lukt. En dan kunnen we tv kijken. Ik ga met Dirk en zijn ouders in de auto. Wij nemen de barbecue mee. Ja, barbecue. Wat droog hout, droog. En zij nemen de wijn mee. Dus ja, nou ja, het past allemaal. En vlees nemen ze mee. Vlees, ja, ook voor op de grill. Ja. Dus ik ben benieuwd. Nou, nog goed weer. Ik denk wel dat er aardig wat onkruid staat. Dus ik hoop niet dat ik weer meteen de plukneiging krijg. Want ja, dan moeten nieuwe mensen dan maar overnemen hoor. Ik bedoel, we zullen wel zorgen dat het er netjes uitziet. Zwembad willen we ook even opfluffen, hè. Dat we misschien nog even kunnen zwemmen. Ja. Maar we willen ook even gaan shoppen. We gaan ook nog even naar Limoges. En de brokante, ik wil nog even naar de brokante willen we ook nog heen. Ja. Kijk, ja, we kunnen bijna niks meenemen. Nou, als die wijn op is, heb je ruimte? Ja, je moet flink doordrinken. Ja. Ja. Laten we dat maar doen. Ja. Maar deze kan gewoon recht hoor, dat zie ik zo. Kijk. Oh, kijk. Kijk dan. Dan zetten wij gewoon onze spullen hiervoor. Want hierachter zit ook veel beter. Hoe kan je dat nou gedaan? Zij trekt hem gewoon weg. Er was gewoon ruimte genoeg. Oh. Die kan er makkelijk bij. Zet maar gewoon achter. Ja, gelukkig. Jij maar vast achter die stoel. Moet ze alleen mijn schoenen nog en zo, maar ja. Nou ja, en ik doe morgen pas mijn toilettas. Met toilettas. Morgen natuurlijk nog eventjes met tandenpoets en zo. Ja, goed idee. Heb je je paspoort? Nee. Mijn paspoort ben ik kwijt. Ja, ik zeg net paspoort mee, ik noemde alles op. Ja. Nou, ik kan die niet meer vinden. Nee, ik lag altijd in het keukenlaatje. Ja, en ik ben altijd heel zuinig op mijn paspoort. Ik leg het altijd in mijn keukenlaatje. En ik heb het ook altijd in mijn rode tas zitten. En toen dacht ik laat, toen zei hij tegen mij, je moet je paspoort niet in je rode tas. Ja. Want straks wordt je tas gestolen en ben je paspoort kwijt. Keukenlaatje gelegd. Nou, dat is natuurlijk in een doos ergens terechtgekomen. Nou, en die doos is waarschijnlijk ergens nog met plakband dicht. Ja, ik weet niet waar. Nee. Dus ik heb alleen een rijbewijs. Ligt het niet tussen je onderbroek of zo? Jij stopt dat altijd op een hele gekke plek ineens. Nee, want Maxime heeft mijn linnenkast helemaal gedaan met onderbroek en sokken. Heb jij al gevraagd? Ik zou toch nog even gaan zoeken. Ga je mee naar binnen? Kom. Ja, dan bel ik haar binnen. Doen wij anders nog een bakje? Dat is die. Ja, we doen nog even een kop koffie. Waarom is het hier helemaal nat? Hi. Hi, met mij. Maxime, heb jij toevallig met het toen jij mijn spullen van de slaapkamer allemaal in de kasten deed, mijn paspoort tegengekomen? Oh, wat een rot antwoord. Nee. Nou ja, Lola. Heb je gewoon je ID-kaart mee? Dat heb ik niet. Ik heb geen ID-kaart. Dan je rijbewijs. Ik heb geen ID-kaart. Omdat ik een paspoort heb, Norma Lietse. Je moet ook altijd je ID-kaart meenemen als je op straat komt. Nou, dan kom je natuurlijk waarschijnlijk niet meer. Nou ja, Maxime. Bedankt voor het telefoongesprek. Tot morgen hoor. Tot morgen. Doei. Doei. Nou, dat is heel vervelend. Maar ja, gelukkig heb je wel weer een rijbewijs, want dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja. Nou, ik kan wel even kijken in een paar blazers boven, maar dat heeft niet. Ik zou wel even goed checken, want het is wel fijn als je hem wel hebt. Moet je weer nieuw aanvragen? Ja, wacht even. Oh! Wacht even. Nee, ook niet. Nee, ik weet zeker. Nee joh, ik doe dat niet in een blazer. Zo ben ik niet. Ik leg dat netjes op een goede plek. Nee, het houdt zo voor. Oh, wacht even. Ik loop toch nog even naar mijn badkamer. Waar is het eigenlijk, mijn badkamer? Oh, hier. Even kijken. Dit heb ik al ingepakt. Dat zijn schoenen, die moeten straks mee. Ja, ik heb hier nog wel een doos met allemaal zonnen. Ik dacht, ik geef je nog één laatste try. En zij zit al aan de koffie en ik sta weer te zoeken. Nee, ook niet. Nou, ik geef het op hoor. Ik krijg het helemaal benauwd. Ja.
helemaal zat van.